hopen. Maar het is nu vooral uitkijken naar de vredesconferentie in Zwitserland in de tweede helft van januari. Uiteraard gaan we die ter plaatse volgen als buitenlandredactie. Maar het is ook nog af te wachten wat die vredesconferentie zal betekenen. Want er wordt achter de schermen nog verwoed onderhandeld over de samenstelling van de delegaties en waar het kan op uitdraaien. In ieder geval is Syrië en het hele Midden-Oosten blijft nog prominent in het nieuws, gegarandeerd in dit nieuwe jaar. Ja. De Syrische president Assad geniet nog altijd de steun van Iran, de Libanese Hezbollah, maar ook van Rusland, het Rusland van Poetin, het Rusland waar ook de Olympische Winterspelen zullen doorgaan. Hoe kijk je daar naartoe? Wel, Poetin heeft inderdaad een zeer sterk jaar achter de rug, 2013. Jan verwees er ook nog naar, vroeger in het journaal. En het is nu uitkijken of hij met zijn paradepaard voor 2014 Sochi, of dat allemaal zal lukken. De kenners vertellen mij dat het te verwachten valt dat dat allemaal in volle veiligheid zal verlopen, maar het zal er vooral op aankomen hoe het zal zitten met die verdere diplomatieke positie van Rusland, want er zijn een aantal wereldleiders, westerse leiders, die niet zullen komen naar Sochi. En dat is toch een veeg teken. Dus het blijft een heel boeiende verhouding daar tussen Rusland en dan het hele Westen met de Verenigde Staten op kop. Je zei het al, Poetin heeft een heel sterk jaar achter de rug. Nu zijn westerse ambtsgenoot, president Obama, die verging het heel wat minder goed. Wat voorspelt 2014 voor hem?